algemene yin yoga. Wat is yin yoga? Yin yoga is een restore les, restore yoga, om te ontspannen, om tot diepe ontspanning te komen. In eerste instantie van het lichaam. En je mind doet dan automatisch mee. Yin yoga is gebaseerd op de yin yang methode. Yin yang komt vanuit de Chinese geneeswijze. En yin staat voor aarde en yang staat voor vuur. Onze maatschappij is vooral yang energie. En dat staat voor vuur. En om dat vuur te blussen is het goed om een yin yoga les toe te voegen in je wekelijkse trainingsprogramma. Wat doet de yin houdingen? Omdat we vanuit ontspanning werken en langer in een houding blijven, heeft het een mooi effect op het bindweefsel. Bindweefsel zit in ons hele lichaam en met name het bindweefsel tussen de spier en de huid spreekt het aan. En het zorgt ervoor dat het mooi soepel wordt en mooi vochtig. En dat zorgt ervoor dat we minder pijnklachten gaan ervaren. Maar goed, dat is allemaal achtergrondinformatie. Ga het zelf ervaren. We gaan tijdens deze les vanuit ons hoofd in ons lijf voelen. Ook hier staat de ademhaling centraal. Dus in elke houding is het belangrijk dat je weet dat je ademt. We gaan beginnen. Wat heb je nodig? Het is fijn als je een zachte ondergrond hebt. Een handdoek, een grote handdoek of een dekentje. En we werken met props eigenlijk om onder onze knieën en eventueel onder je bekken te leggen. En dan is het handig om wat kussentjes bij de hand te hebben. Mocht je yogablokken in huis hebben, ook welkom. Daar kan je op steunen, daar kan je op zitten. Heb je het niet, geen probleem. Kussentjes ook goed. En misschien wat extra handdoeken. Dus als je dat wilt pakken, dan kan je deze film nu stilzetten en het even rustig op je gemak pakken. En dan de film weer starten. We gaan verder met de practice. We beginnen liggend. Dus kom liggen op je rug. Eerste houding. De Savasana houding. En jullie mogen rustig liggen. Ik ga zitten, dan ben ik beter te verstaan. Sluit je ogen. Laat je buikspieren los. En adem rustig in door je neus. Voel hoe je buik opvoelt. En adem uit. Laat je buik naar dalen. Vind je het moeilijk om te voelen? Leg twee handen op je buik. En adem rustig in. En uit. Hou je ogen gesloten. En ga maar eens voelen hoe je voetzolen aanvoelen. En hoe voelen je kuiten aan? Ontspannen benen vallen naar buiten. Dus je voeten vallen naar buiten. Voel je bovenbenen. En maak ze zacht door je knieën licht te buigen. Ga dan naar je heupen, je bekkengebied. En maak je ene been langer dan je andere been. Licht dat bekken zacht heen en weer. Ga dan met je aandacht langs je wervelkolom, helemaal vanaf beneden. Met je aandacht helemaal tot je kruin. En voel maar eens even welke delen van je rug raken de mat. Gewoon ervaren. Je hoeft er verder niks mee, alleen maar voelen. Je armen, leg ze naast je neer. Voel al je vingers, je handpalmen. Adem diep in door je neus. 2, 3, 4. Adem uit. 2, 3, 4. Adem in. 2, 3, 4. Adem uit. 2, 3, 4. Naar de eerste houding. Plaats je voeten rustig één voor één tegen de mat en laat je knieën rustig naar rechts zakken en rol over je zij langzaam overeind tot zit. De eerste
houding is de butterfly. Laat je voeten stevig tegen elkaar. Laat je knieën naar buiten vallen. De zwaartekracht doet het werk. En je mag zelf even voelen of je je hielen dichtbij wil. Voor meer opening in de heupen. Of je voeten wat verder weg om te beginnen. Voor wat meer lengte aan de achterkant van je benen. En kom dan naar een vooroverbuiging. Laat je armen rustig hangen. Laat je hoofd lekker hangen. Je kan er hiervoor kiezen om eventueel een opgerold dekentje onder je beide knieën te plaatsen. Dan kan je wat meer in je liezen ontspannen namelijk. En in deze houding blijven we voor 2 minuten. Sluit je ogen weer en laat de zwaartekracht zijn werk doen. Deze houding heeft een uitwerking. Een stretch geeft het aan de binnenkant en buitenkant van je heupspieren. En het stretcht je onderrug. En verder zit de compressie zit in de buik, bij je organen. En laat je rug maar helemaal bol worden. Laat je hoofd maar lekker hangen. Open je mond een klein stukje. En ontspan ook de spieren van je kaken. Door je mond wat open te laten hangen. Niemand die naar je kijkt. Dus je mag lekker je kaak laten hangen. En adem. Weet dat je ademt. Eigen gevoel. Het is belangrijk dat je je eigen grens in de gaten houdt, bij Yin Yoga ook. En waar we naar op zoek zijn is de groene zone. Dus dat je de stretch en de compressie wel voelt, maar het mag zeker geen pijn geven. Merk je dat je pijn voelt in je gewrichten of in je onderrug, en dan ga je gewoon te ver. Dus doe daar een stapje terug. Kom wat minder diep in de houding. Breng je voeten eventueel wat verder naar voren. En we ademen nog in deze houding voor 30 seconden. Adem diep in. Kom rustig uit de houding, super slow, als een schildpad. En dan gaan we naar de volgende houding. En dat is caterpillar pose. Beweeg je benen naar voren. Schud ze wat heen en weer, zodat je knieën zacht zijn. En kom ook hier weer naar voren. Wat je kan doen is eventueel een opgerolde handdoek of dekentje onder je knieën plaatsen, zodat je knieën niet overstretchen, niet doorstrekken. Het is de bedoeling dat je bovenbenen zacht zijn, je buik is zacht. Ik zet de timer weer, 2 minuten blijven in deze houding. Merk je dat het moeilijk is om op je zitbotten te zitten? Leg er dan een handdoekje of een opgerold dekentje onder je zitbotten. Handen vallen open. Laat je hoofd lekker hangen. En laat je gedachten wat dwalen. Langs je lijf. En geniet van dit moment. Geniet van dit moment voor jezelf. Wees trots op jezelf, dat je de tijd neemt om te gaan voelen, je lijf te voelen. Misschien merk je dat je de inadem en de volgende uitadem steeds wat langer kan rekken. Steeds voller kan inademen en diep uit kan ademen. Dat betekent dat je hartslag daalt, dat je bloeddruk daalt en dat je meer in je ontspanning komt. En dat is ook het doel van deze yin-yoga-les.
Je mag ontspannen. Elke uitadem zeg je tegen jezelf, ik mag ontspannen. Niet elke houding is leuk of elke houding geeft je een goed gevoel. Het kan best zijn dat er wat emoties nog opkomen. En het enige wat daarbij helpt is ademen en accepteren dat die emoties er zijn. Je ruimt alleen maar op deze manier. Kom rustig omhoog uit deze houding. Dan gaan we naar de volgende houding en dat is de straddle. Kom naar je spreidzit. Voeten zijn ontspannen, ook hier hoef je je knieën niet helemaal door te strekken. Laat je benen gewoon vallen tegen de mat. En beweeg je onderarmen tegen de mat. Je mag ook je handen onder je kin plaatsen, je ogen sluiten. En de tensie die je voelt aan de binnenkant van je benen is mild, groene zone. Pijn ben je te ver, maak hem gerust wat smaller. Eigenlijk, als je rustig kan blijven ademen in deze houding, dan is hij goed. Het gaat er niet om hoe mooi de houding eruit ziet of hoe ver je komt. Elke dag is je lijf anders. Elke dag voelt je lichaam anders. En het gaat om nu. Hoe voelt je lichaam nu? Wat heb jij nu op dit moment nodig? Deze houding. Het geeft een stretch weer aan de binnenkant en buitenkant van je heupspieren. Het stretcht je onderrug en ook weer de compressie in je buikspieren. En er is altijd wel iets waar je je aandacht op kan richten. Het zijn allemaal meditatieve houdingen. Allerbelangrijkste is dat je gaat voelen. Voel. Hoe voel je je kuiten? Hoe voel je je bovenbeen? Ben je helemaal jezelf in de houding? Heb geduld met jezelf. Het gaat heel goed. Blijf hier nog voor 30 seconden. Adem in door je neus. Adem uit door je neus of mond. Als je maar ademt. In door je neus. Voel die opwaartse beweging. Uit door je neus of mond. Kom rustig uit de houding. Sluit rustig je benen, schudend en strijk met je handen stevig langs je benen. Helemaal van je liesen, langs je bovenbenen en ook je voeten. Neem die ook mee. Om te neutraliseren. De volgende houding is Child's Pose. Ook hier blijven we 2 minuten. Maar rustig op je knieën. Heb je knieblessure, dan is deze houding minder fijn om helemaal met je zitvlak naar je hielen te gaan. Wat je kan doen is een handdoekje tussen je knieën plaatsen. Deze is iets kort. Je kan je knieën wat smaller zetten. Of gewoon je zitvlak wat hoger houden. Nog een optie is een zacht dekentje onder je knieën plaatsen. Ja, dus voel even wat je nodig hebt. Kom maar in de houding. Knieën wat naar buiten, armen naar voor. Compressie zit in de schouders. Voel even of je misschien je handen liever iets wijder plaatst of juist wat smaller. Plaats je voorhoofd tegen de mat. En laat de adem nu stromen. Dit is een hele mooie houding om je zenuwen
rust te laten komen. Dus een houding heel dicht bij de aarde, bij de vloer. En je kan je helemaal in deze houding afsluiten voor alle prikkels uit de omgeving. Sluit je eigenlijk helemaal af, helemaal lekker in je eigen energie. Wat het nog meer doet is weer die stretch mooi in je onderrug, maakt die onderrug mooi breed. Compressie in de buik, compressie in de schouders en natuurlijk je bovenbenen worden gestretched. Ik laat jullie nu gewoon even lekker voelen. Ervaar de houding. Pas de houding aan als het nodig is. En als je merkt dat je gedachten op en neer springen van rechts naar links, van boven en naar beneden, voel de druk van de vloer tegen je voorhoofd aan. En luister naar al die gedachtes, maar je hoeft er helemaal niks mee. Het is normaal als je altijd druk bent en actief, dat die gedachtes dan gaan malen als je wilt gaan ontspannen. Ook hier is het weer het beste om te weten dat je ademt. Als je ademt voelen, je voelt dat je ribben uitzetten of je inademt en weer dalen of je uitademt. En die gedachten allemaal accepteren en je hoeft er helemaal niks mee. Hoe fijn is dat? Dan worden ze vanzelf rustig. Gedachten zijn er altijd. Dus wil je je gedachten stoppen? Dat gaat niet. Dan gaan ze nog harder tekeer. Laat ze er zijn. Heel mooi. Kom rustig uit deze houding. Beweeg jezelf met handen en knieën. En maak voor 4 keer een bolle rug. En rustig een bolle rug. Om te neutraliseren. Is de shoelace pose. Shoelace. Je brengt je rechtervoet over je linker. Je beweegt je linkerknie naar je borst. En je beweegt je rechterhand tussen je benen door. En dan pak je je scheenbeen vast. Deze is wel pittig. Dus als de spieren in je bil erg strak staan, dan is het misschien prettiger om gewoon je dijbeen vast te pakken. Sluit je ogen. Je hoeft niet aan je been te trekken. Als het goed is, voelt dit al. Voel je al genoeg stretch aan de buitenkant van je been. Je IT-band noemen we die. Sluit rustig je ogen. En adem naar dat wat je voelt toe. Blijf voor 1 minuut in deze houding. 1 minuut. Los en wissel van been. Kruis je linkerbeen over je rechter.
en pak je bovenbeen of je scheenbeen vast. Schouders zijn mooi laag, voel je schouderbladen plat tegen de mat. En dat je je knieën en je bovenbenen dicht bij je borst hebt, voel je je buik opbollen op je inadem en dalen op je uitadem. Stel jezelf de vraag, is deze tensie oké? Kan ik er naartoe ademen? Laat je bovenbeen of je scheenbeen gewoon hangen in je handen. En weet dat we nooit helemaal gelijk zijn, rechts en links. Dus het kan zijn dat deze kant meer sensatie geeft dan de andere kant. Pas de houding dan aan. Of andersom natuurlijk. We zijn nooit helemaal gelijk. Dekentje onder je knie of onder je enkel te plaatsen. En je ogen zijn gesloten, je hoofd is of recht, of als je het fijn vindt, mag je hoofd helemaal draaien naar rechts. En wat deze houding doet, het geeft een tensie aan de achterkant van je benen, als je benen helemaal gestrekt hebt. Het geeft een compressie in je onderrug en de rest van je rug ontspant in deze houding. Adem nog twee keer rustig in en uit. Breng beide knieën op elkaar. Breng je knieën recht. En strek dan je linkerbeen in de lucht. En laat je been net als aan de andere kant helemaal doorzakken naar rechts. Met een gebogen knie of een gestrekt been. En je hoofd blijft of recht of draai je hoofd naar links. Armen vallen tegen de vloer. Ontspan de spieren in je gezicht. Voel je ribben uitzetten op je inadem en je dalen op je uitadem. Adem nog twee keer rustig in en uit. Laat beide knieën dan op elkaar en rol helemaal op je rechterzij. Spoort jezelf omhoog. Als je wil, kan je nu nog op je rug komen liggen, een dekentje over je heen neerleggen en nog 5 minuten de relaxations doen, rust nemen, je ogen sluiten, een zacht muziekje opzetten en nog even nagenieten na al deze mooie yin yoga houdingen. Ik hoop dat je een stukje ontspanning hebt ervaren bij het doen van deze yin yoga les. En dan wil ik het hierbij laten. Dankjewel.